Almere City FC is actie, is Flevoland, is jouw club en wil altijd winnen. Almere City, wij gaan voor elke kans. De eerste wedstrijd in een druk voetbalweekend zit er voor Almere City op. In eigen huis pakte de ploeg van trainer Fred Grim zwaar bevochten een punt tegen FC Emmen. Na de wedstrijd spraken wij met aanvaller Nourahir Mamadov. Nourahir Mamadov, vandaag een 0-0 gelijkspel tegen FC Emmen. Ja, wat voor gevoel hou jij over aan deze wedstrijd? Uiteindelijk een slecht gevoel, eerlijk gezegd. Want we wouden heel graag winnen om een aansluiting te maken richting de top 5. Dus het enige wat telde vandaag was winnen en ook nog thuis. Dus als je nu zo kijkt, de 0-0 uitslag is niet echt gunstig voor ons. Dus dan heerst wel teleurstelling. Ja, jij stond vandaag in de basis. Dat is er weer even een tijdje geleden, dankzij je blessure. Hoe was dat voor jou om weer te beginnen? Ja, heel erg lekker. Zo'n blessure die kwam uit het niks. Blinde darmontsteking. Op training blessure lopen of oplopen of in een wedstrijd, ja, dat kan. Maar blinde darmontsteking, thuis op de bank zitten en dat krijgen, dat hakt er wel in. En daar had ik wel even moeite mee, maar ik heb zo snel mogelijk knop omgezet om weer fit te raken. En ik heb geprobeerd om elke invalbeurt en training te laten zien dat ik er uiteindelijk weer in hoor. En uiteindelijk is dat vandaag beloond en daar ben ik heel blij om. Dus voor mij was het een hele mooie dag persoonlijk, omdat ik weer eindelijk start. En, maar ja, uiteindelijk overheerst wel de teleurstelling, zoals ik al zei. Ja, de teleurstelling. Vandaag maar één put. Jullie creëren niet heel veel kansen. Hoe kwam dat? Ja, het was een vrij lastige wedstrijd, denk ik. We zaten beide kort op elkaar, denk ik. Heel veel duels en het was een beetje moeilijk doorheen te komen. Voor hun ook en voor ons blijkbaar ook. Want echt 100% kansen hebben we niet kunnen creëren, denk ik. En, een paar speelderprikjes en echt de enige grote kans voor mijn gevoel was die van mij. Tweede helft. Alleen ik maakte een vrij lange sprint om daar te komen. En voor mijn gevoel bleef ik niet kalm genoeg. En schoot ik te wild. Terwijl als je zo'n sprint maakt en een beetje vermoeid bent, dat je dan rustig moet plaatsen. Dus dat was wel een kans die erin moest. En dat gevoel is wel blijven hangen bij mij. In hoeverre verdiende deze wedstrijd een winnaar volgens jou? Ja, ik denk niet. Ik denk dat je heel moeilijk 1-2-3 kan zeggen wie vandaag verdiende te winnen. Ik denk dat beide teams aan elkaar gewaagd waren. We zijn gewoon twee goede ploegen in Jupiler. Ik denk dat uiteindelijk 0-0 wel een terechte uitslag is. Ja, met wat voor gevoel ga je nu naar die wedstrijd van aankomende maandag? Thuis tegen de Graafschap? Ja, precies hetzelfde gevoel als vandaag, denk ik. We moeten winnen en daar gaan we voor. En, we geven nog niet op. Het is 0-0, geen man overboord. We gaan gewoon voor de overwinning tegen Graafschap en vandaar kijken we verder. Dat was dus aanvaller Nourahir Mamadov, die weer helemaal herstellend is van een blinde darmontsteking. Wie eerder dit seizoen al terugkwam van een blessure was doelman Agio Etemari. En wij spraken ook met hem. Agio Etemari, vandaag een 0-0 gelijkspel. Zat er vandaag gewoon niet meer in? Nou ja, we hebben ons best gedaan. Het zat er denk ik echt niet meer in. Maar we hebben wel gevochten, we hebben tegengehouden, we hebben verdedigd, we hebben goed... Geen kansen weggeven, denk ik. Misschien twee ballen. En dat was voor mij het belangrijkste. En voorin, ik moet zeggen, de verdediging van Emmen deed het ook goed. Dus ik denk terecht 0-0. Ja, je zegt achterin de boel aardig dichtgehouden. Geen tegendoelpunt hoeven incasseren. Voorin lukte het vandaag niet echt. Er werden niet veel kansen gecreëerd. Hoe komt dat? Nou ja, ik weet niet hoe het kan. Maar het zat vandaag even niet mee. Ik moet ook zeggen, ik zei ook, de verdediging van Emmen was ook heel stug. Fysiek sterk en ik denk dat het, zoals ik zei, dat er niet meer in zat vandaag. Ja, kijkend naar je eigen optreden, je was een aantal keren belangrijk. Hoe je het deed, dat maakt niet uit. Salto's, wat gebeurde er allemaal? Ja, ik zag hem lang komen en je weet dat de kunstgras hier, soms blijft hij hangen en soms schiet hij door. Dus ik moest wachten wat er gebeurde en gelukkig reageerde ik prima. Hoe lekker is het voor jou om dan in die zin toch nog belangrijk te kunnen zijn voor je ploeg? Nou ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan en ik heb misschien 2-3 goede acties gehad en ik denk dat ik daarvoor sta. En ik ben blij dat ik gewoon de nul heb gehouden. Aankomende maandag spelen jullie weer een wedstrijd, dus jullie hebben dit weekend 2 rustdagen. Vol opladen voor de Graafschap, dat is nu het doel voor jullie. En met wat voor gevoel ga je naar die wedstrijd toe? Ja, ik denk toch wel met vertrouwen. We hebben achterin prima gedaan en we weten dat we voorin gewoon sterk zijn. En met Vincent, Noraya natuurlijk, Hoefdraad.
en de jongens die op de bank zitten. Dus we weten dat we ook gewoon sterk zijn. We scoren bijna elke wedstrijd. Dus we spelen niet vaak dat we niet scoren. Dus ik denk dat we gewoon maandag met alle vertrouwen erin gaan. En de vijfde plek is nog niet uit zicht? Nou, het is niet mijn doelstelling. Mijn doelstelling is gewoon goed voetballen, organisatie, veelheid en gewoon ons klaarmaken voor de play-offs en zoveel mogelijk punten te halen. Almere City FC is actie, is Flevoland, is jouw club en wil altijd winnen. Almere City, wij gaan voor elke kans.